Zo zie ik dit wit het liefst. Met mijn dode ogen stil. Zo snap je de ding. Snap je waarom ze de lampenkap van maken van de huiden? Niemand mij raken kan. En toen ik met mijn miraculeuze ogen het gespartel zag van degene die ik lief heb en die bij mij het rechte pad heeft verlaten, voelde ik dat ik hem moest helpen. Misdaden tegen de mensheid, schendingen van artikel 3 van het verdrag van Genève en van het aanvullend protocol deel 2 en andere zeer ernstige schendingen van de internationale mensenrechten. De aanklachten: 1. Terroristische activiteiten. 2. Moord. Ook Jezus werd ervan beschuldigd de moordenaar te zijn. 3. Doodslag. 4. Verkrachting. Dat is wat ik heb gedaan, ze een doel geven. 10. Plundering. Ik heb economie gestudeerd in Amerika, de reden ligt voor de hand. Amerika is een modelland en met de opgedane kennis kon ik mijn land opbouwen. 11. Dwangarbeid. Wat hebt u hier om ter verdediging te zeggen, meneer Taylor? Edelachtbare, ik ben onschuldig. Ik verzoek u de zaak te seponeren. Is u afgewezen? Dan vraag ik de gelegenheid om mijn voorstel. Van zijn. Van mij zijn pleitheinen, nooit gezien. Wel een dikke tante, maar geen idee of die echt familie is. We zijn, dat is het zicht op de werkelijkheid. Goed gezien, Wink. Je groeit in je inzicht. Ja, nou, de dingen beginnen op zijn plek te vallen. Nou, die fucking werkelijkheid van jou, die begint een hele andere toon te krijgen. Dat komt vooral door de natuurwetenschappen. He, ontstaat het droeve verschil tussen de eenvoudige mens die simpelweg gelooft en de zelfbenoemde natuurwetenschappers die door een microscoop gluren.
wordt je dan onmogelijk gemaakt door onvrijmoedig over het ware dat tegelijkertijd de allerhoogste is op te richten. Tot alle mensen, of ze nou blank of zwart zijn, man of vrouw, groot of kleine piemels hebben. Nee, eerst moet worden geconstateerd of hun herseninhoud wel voldoende is om het allerhoogste te begrijpen. Holy shit, Pinkhorst. Als Jezus de microscoop had gekend, had hij bij die apostelen toch onmiddellijk een MRI-scan van hun hersens gemaakt, en ik dat. Balkenende. Nee, die gaat over het algemeen staan sterk. Of eenzaam, maar niet alleen. Dat is erg.